hier is nog een applicatie bij de Bemer Pro, de B-Spot. Die is ook 3 keer zo sterk als de mat. En die kun je inzetten ook lokaal, bijvoorbeeld op een hand, op een elleboog. Daar zit ook een hulpstuk bij waarmee je het kunt vastzetten. Je kunt hem heel makkelijk loshalen door hem lichtjes te draaien. En dan zie je, het zijn magneten en hij klikt vanzelf vast. Dus ga er nooit aan rukken. Hij gaat echt met een lichte draai, gaat hij vast. Deze kan ik dus natuurlijk ook gewoon weer instellen door bijvoorbeeld in dit geval het meest gebruikte, de programma's te gebruiken. Ik gebruik programma 1 en dan zie je, hij laat zien, u heeft dus B-Spot op dit moment. En pas als die flikkert, doet hij zijn werk. Diezelfde B-Spot kan ik vervangen voor de Light. Ik haal hem eraf en ik plaats de losse bijgeleverde deksel met de lamp. De lamp heeft niets te maken met het Bemer-signaal. Het is monochromaan licht. Het is ook geen infrarood. Het is monochromaan licht dat niets anders heeft dan de functie het versterken van de aanmaak van collageen en elastine. Dus prima om in te zetten als je een wondgenezing wilt ondersteunen, bij psoriasis, bij acne, noem maar op. Dus deze light gaan we nu laten zien hoe die werkt, hoe je die kunt vinden. Ik ga met back weer naar het hoofdmenu en dan zie je de 4e knop. En de 4e knop gaat voor de light. Geen signaal, monochromaal licht. Je ziet 4 knoppen, 2 minuten, 4 minuten, 6 minuten, 8 minuten. Ik kies nu voor 8 minuten, want ik wil meerdere plekken gaan behandelen. Dus ik kies voor 8 minuten. En bij de spot begin je op stand 6. Daar ga je rustig mee opbouwen en dan kun je gaan tot stand 10. Het is allemaal heel veilig. Wil je het nog extra veilig maken als je je ogen gebruikt, dan gebruik je de bril. Waar je extra mee moet opletten is mensen met epilepsie, dat ze zeker ook de bril gebruiken. Want je kunt daar bijvoorbeeld een aanval mee krijgen, omdat het hele druk bewegende beelden zijn natuurlijk. Dus de spot gaan we nu aandoen. Sorry, de light vervangen door de spot. En hier zie je het licht. Je ziet het flikkert licht. Per plek hou ik hem gemiddeld 2 minuten zo dicht mogelijk op de huid. Want de reikwijdte is maar zo'n klein stukje. Dus je moet hem echt zo dicht mogelijk op de plek houden die je wilt behandelen. Ook cosmetisch, dus het versterken van de huid. Kijken of je rimpeltjes kunt behandelen. Zeer geschikt. Dus het is een andere knop. En je ziet, hij laat ook zien dat hij werkt. En hij laat hier de tijd zien dat hij al voor je bezig is.